Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vorige week maandag ben ik vertrokken op surprise meetrip naar Budapest in Hongarije. Ik ben sinds donderdag, vrijdagochtend terug. Vrijdagochtend rond 1:15 ben ik hier thuis toegekomen. Ik ben donderdagavond 11:15 geland. En ik heb superveel geshopt in Budapest. Dus ik laat het jullie nu even zien. Oh, wat valt eigenlijk nog wel best mee. Ik heb minder gekocht dan in Sevilla. Als eerste heb ik dit boek gekocht. Ik ben hier zo blij mee. Dit is een versie van Harry Potter and the Philosopher's Stone voor de 20ste verjaardag van Harry Potter. Hebben ze hem uitgegeven in de verschillende afdelingsedities. Zo heb je een Gryffindor editie, een Ravenclaw editie, een Hufflepuff editie en een Slytherin editie. Ik heb natuurlijk de Hufflepuff editie gekocht, want ik ben een Hufflepuff. En deze was 3490 huf. En zou ongeveer 8 pond moeten zijn. Ik vind hem super mooi. Er staan enkele facts over Hufflepuff. En hij is echt ook super mooi vormgegeven. Introductie van Hufflepuff. De House Founder. Het House Relic. Het House Liberty. Dus House Ghosts. Hier is er een plattegrond van de school getekend. En dan van achter heb je nog een quizje. Met enkele facts over Hufflepuffs. Zoals de House Common Room. A memorable house student, the head of Hufflepuff House, a famous Hufflepuff alumni, and the house cup. Maar hier nog eens het logo in. Super leuke zaken. Super mooi. Mooie versie van de Philosopher's Stone. Ik heb al meteen mijn boek opgesneden. Hoe is het voor? Zoals je kunt zien ben ik ook naar de Lego shop geweest. Daar heb ik dit gekocht. Een bakfight van een Lego mannetje. Deze was 4999. Geen idee hoeveel dat een euro is. En die is echt super fijn. Hiermee kan ik dan, ik weet niet hoeveel, lekker cakes bakken. Voor mijn mama heb ik ook nog iets gekocht, maar niet in de Lego winkel. Dat is wel een Lego zak. Dit is een borsteltje. Dat is om potjes in te vetten en het is in de vorm van een ventje. En zijn haar is dan het potten in vetter. En dit noemt een silicon assist of zoiets in het Hongaars. Sorry voor iedereen die Hongaars kan, maar ik kan het niet, dus let niet op mijn uitspraak. Deze was 990 af. Heb ik echt een heel fijn winkeltje gekocht, waarvan ik de naam momenteel eventjes niet kan herinneren. En dat winkeltje verkocht is trouwens ook Yankee Candles, maar ik heb er genoeg gekocht. Toen ik in Amsterdam was, denk ik. En in Lille was met mijn moeder. Dus voorlopig heb ik er wel genoeg. In Budapest hadden ze ook een Flying Tiger. En ik heb meteen een paar spelletjes meegenomen. Vooral met het oog op bullet journaling. Zo heb ik enkele twin markers meegepakt. Ze hebben een dunne en een dikke kant. Ik heb deze in het groen mee, in het heel oranje.
en in het rood, roze, paars te vallen. Maar ik ben zeker dat je die ook hier kan kopen in de Flying Insider. Vervolgens kocht ik nog enkele watercolor crayons. Dat is ook heel erg fijn of in mijn bullet journal. En gewoon om een beetje creatief mee te zijn. Hier zitten er 12 kleuren en alle basic kleurtjes. Staat er iets van uitleg op in het Nederlands? Aquarel krijt water oplosbaar. Ook kocht ik er een boekje dat ik waarschijnlijk ga bereiken als bullet journal. Het is echt een heel mooi, fijn boekje. Met witte pagina's die hopelijk niet te hard doorschijnen. Want dat is het probleem dat ik nu wel enorm heb met mijn bullet journal. Dat de pagina's echt doorschijnend zijn. En hopelijk deze net iets minder. Ik heb nog iets gekocht. Maar ik heb mijn valies nog niet uitgeladen, dus ik moet alles apart schoenen. Als laatste kocht ik een stiftje. Dit is een stiftje van het merk Copic. En hij is super overpriced. Maar hij heeft een fijne, dunne kant. En zo'n schuine kant. Wat hem erg fijn maakt voor handlettering. Ik heb hem enkel in de zwarte kleur gekocht, omdat ik anders volledig blut ging zijn. Maar als jij gehad hebt en je doet ook aan bullet journaling, koop dan zeker die stiftjes nog even. Echt, dat ze fantastisch gaan zijn. Het is een Japans merk trouwens. En volgens mij kun je ze ook gewoon online gaan vinden. Of misschien wel hier in de hobby shops. Zo, dit was dan mijn shoplog. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Op mijn vlogkanaal, Girl Life. En op mijn travel kanaal, zodat je op de hoogte blijft van mijn, al mijn reizen op 12 Days of Summer. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doedels! Oh ja, op 12 Days of Summer komt er ook een hele travel diary en travel vlogs staan van deze reis.